Een hele goede avond. Welkom bij deze Bitcoin en Ethereum update van het Cryptohuis. Deze video is niet bedoeld als financieel advies en ik deel hierin enkel mijn opinie. En ik heb eigenlijk alles weer een beetje weggehaald qua grafieken, qua tekeningen, want ik wil je live in de tekeningen meenemen. Want waar kijken we naar? Laten we beginnen op het dagelijks tijdframe, want wat kunnen wij waarnemen? We kunnen veel bullish prijsactie waarnemen. Dit is natuurlijk mega, dit is natuurlijk super. Maar nog steeds ben ik wel wat huiverig natuurlijk. Tot en met die 61.000, 62.000 ben ik wat huiverig natuurlijk, die we al langer voor ogen hebben. Maar goed, weet je, dat is het mooie. De koers geef je elke dag weer nieuwe entries, nieuwe kansen. En kijk, ik ben een scalper, ik ben een trader, ik ben dat niet voor niets, zodat ik elke dag weer kan bepalen wanneer ik erin en eruit ga. Dus elke keer kan ik weer mijn trade onderbouwen. En ja, natuurlijk kan ik wel zeggen, we gaan nu naar 70k of zo, maar uiteindelijk weet niemand het. En dat is het mooie aan traden. Het verandert elke dag. Elke dag verandert het. Dus ik kan nu bijvoorbeeld zeggen, oké, we hebben deze ABC-correctie, waar ik eigenlijk al de hele tijd naar kijk. Omdat we natuurlijk gewoon wat zijwaarts moeten gaan. Ja, dat is gewoon nog steeds mogelijk. Daar kijk ik ook nog steeds naar. We zijn wel verder gestegen dan we in eerste instantie hadden. Dan kijk ik dus naar de 1272. Dus maximaal de 62.551. Maar de 1-op-1 extensie, die ligt dus ook 58.366. En dit is een level die goed onthouden moet worden, want hier kom ik dus straks ook terug in de analyse. Ik zal deze dan ook eventjes alleen zichtbaar maken op de daily en niet op de minuten en de one hours. Zo, en dan gaan we nu switchen naar het 4 uur tijdframe. Want wat kunnen we waarnemen? Hoe ziet het eruit? Etcetera, etcetera. Nou, als dit een ABC is, nou, eigenlijk een WXI. Ik zet de lijntjes even uit. Want we hebben hier ook een WXABC en hier ook weer ABC. Dus we hebben eigenlijk een WXI, maar goed, daar gaat het niet om. Wat ik dan kan waarnemen is dat we hier, het gaat nu om hier, een A hebben. Dan een 1, 2, 3, 4, 5, een extensie als wave C. En als we ervan uitgaan dat dit een A is, dit een B en dan een C, dan kijk ik naar een target van de 3, 6, 1, 8, wat ligt op 58.848. En daarmee schakelen we net de high uit. En ja, staat hier dus al met de rode box aangegeven. Dus sowieso kijk ik nog wel naar verdere extensie naar deze targets. Maar dan gaan we natuurlijk deze wave gaan we uitpeilen. Oké, hoe kunnen we deze targeten? Nou, dan gaan we eventjes naar het ene tijdframe. En hier kunnen we dan wat interessants waarnemen. En we kunnen iets interessants waarnemen als je hem op het nog lagere tijdframe zet. Overigens, dat is wel heel leuk om te weten. De bodem hier hebben wij exact in Discord, in het premium kanaal, hebben we deze gecalled. Ik zal hem tussendoor wel even laten zien. En wij hebben daarom allemaal hele leuke trades eruit gekregen. Ik zal hem even laten zien. Nou, zo kunnen we hier dus waarnemen dat ik de hele dag bezig ben geweest. Maar vooral hier ging het om. Dat we hier die bodem hadden. Ik had twee setups. Ik geef vanochtend waar ik naar keek. Ik keek dus naar deze setup. En ik keek naar deze mogelijkheid. En dat nog steeds. Maar goed, daar kom ik straks later op terug. Maar goed, het gaat erom dat we hier de bodem hebben gecalled. En dat we dus nu verder naar andere targets kijken. Waar kijken we nu naar? Dat heb ik dan ook in het kanaal opgegeven. Dus de premium members blijven gedurende de dag up-to-date over wat ik denk, wat ik zie, wat ik doe, etc. Ook met targets erbij, noem het maar op. Dus ik geef geen signalen. Ik deel enkel mijn opinie op wat ik zie. Goed, waar kijken we dan nu naar? Hiervoor ga ik dan toch wel eventjes naar de 30 minuut tijdframe. En de vraag is dus nu, weten wij dit level te houden? Zo niet. Dan kijk ik dus naar de setup die we vanochtend hadden. Dan zal het een A, B,
C zijn. Zo zet ik deze aan. En dan teken ik even hier een lijn zo. Huppatee. En dan zullen we ongeveer, dus die we dus vanochtend hebben getekend, die 1, 2, 3, 4, 5, zullen we als, zo, deze manier, als rising wedge, zullen we die dan gaan krijgen. Dus dan heb je hier weer een 1, 2, 3, 4, 5. Dat is een optie waar ik naar kijk. Of als dit de 4 was en we worden nu impuls 5, ja, dan kijk ik dus naar een mogelijke target van, komt die, 58.800. Nou, weer dat level. Weer 58.800. Of de 1272, die bevindt zich op 59.518. Maar, dit is ook belangrijk om te weten, een W5 kan ook eindigen op de 2-extensie en dat is op 61.800. 6. En daarom ben ik een trader, want hè, we gaan per level gaan we bekijken wat er aan de hand is, hoe het eruit ziet, of we bearish kunnen worden of niet. Want de signalen die zie je uiteindelijk op het moment zelf. Dus ik kan niet zeggen we gaan nu naar 59.000, we gaan naar 62.000. Nee, dat moeten we gewoon per level bekijken. En dat is iets wat we gewoon, wat we gewoon moeten onthouden. Want uiteindelijk draait alles om hoe de prijsactie, hoe de markt beweegt en hoe we daarop moeten anticiperen. Dus goed, dat betreft Bitcoin. Hoe ziet dan Ethereum eruit? Nou, Ethereum hebben we eigenlijk ook al enige tijd voor ogen. En Ethereum is wel al recht op zijn 1-op-1 extensie gekomen. Of 1.618. Dus je zou kunnen zeggen dat Ethereum wel al klaar is. Dus mix het signalen. Bitcoin verwacht ik dus nog één move. Maar Ethereum lijkt wel in eerste instantie klaar. En dit is de setup waar ik naar kijk voor Ethereum voor nu. En dat gaat dus super interessant worden. Want weten we nog de 1.618 te breken. Dus weten wij met Ethereum 1970 te breken. Dan word ik bullish. Misschien kunnen we dus nog één push krijgen. Ook net boven de 1.618, 1950, noem het maar op. En ik wil niet zeggen dat dit in één rechte lijn naar beneden gaat, nee. Maar ik weet wel dat ik dus in deze zone winst moet gaan nemen. En hetzelfde met Bitcoin. Misschien schiet die wel door, dat moeten we gewoon bekijken per dag. Maar in ieder geval weet wel dat de levels die ik net heb genoemd, dat levels zijn waar ik een stap terug doe. Waar ik de markt goed in de gaten ga houden om een eventuele switch te voorkomen. En dus geen pijn te krijgen, om zomaar even te zeggen, in de portfolio. Dus mijn eindtarget voor nu, in ieder geval waar ik naar kijk voor Bitcoin, is die 58.300 tot 58.800 zone. Meer heb ik er eigenlijk niet op toe te voegen. Wil je ook premium member worden en elke dag up-to-date blijven? Hieronder in de omschrijving staat het. Je kan dus een maandelijks abonnement nemen via Patreon of je schaft eenmalig een bedrag. Schaft eenmalig het levenslange premium memberschap aan via het cryptohuis.nl. En dan hoop ik je daar te zien in de Discord kanaal. En ook op die manier blijf je dan up-to-date. En wie weet maak jij daar ook weer hele fantastische trades uit. In ieder geval, wat ik dus nog even wil benadrukken. De levels, die gaan we goed bekijken. En uiteindelijk kan er dus extensies komen. Kunnen we verder bullish worden, maar dat kan ik dus nu nog niet zeggen. En daarvoor moeten we alles gewoon goed in de gaten gaan houden. Dan wens ik een hele fijne avond. Hoi hoi!